Pearson's pants. Pearson's pants. What's his steel pants? Oh, is weer iemand voor ons. Is wel echt een zieke timelapse, maar. Misschien ga ik dat doen trouwens. Ik heb niet veel wat gedaan. Hoe weet je dat ook weer? Maar ik begreep wat ik gewoon. Oh, weer Hilton. Ja, Hilton is ziek groot. Radi werkt nu bij Hilton, dus zij kunnen daar korting voor ons kunnen fixen. Mm. Maar ik ging al kijken, weet je wat is in Hilton in New York? Is al €400 per nacht. Dus als je dan korting krijgt, maar ja, laten we zeggen. Al is het 30%, ja, dat is zo snel. Zo stil, het is niet normaal.
wat heb je daar gemerkt? Niks op geweest of maakt ook geen sens, zeg maar. Je had wel heel veel, net maar dat hadden wij ook in ons hotel, gewoon die, dat je alleen je USB-poort zet. Ja. Maar ik heb twee Amerikaanse stoppen, want dan kom je deze. Ik heb dan nog thuis eentje. Dus dat, ja, dat was wel goed. I'm just thinking, like, the world of entertainment is really not tailored towards that driven person. Especially here, drinking culture is never so huge, but like, it's auto drinking, the activity, everything going on, I'll just have a drink. Like, they assume you're going to have a drink, but they just assume it. So ingrained. So ingrained. Interest, you know? It would be nice to be like, these are the books if you're in your 30s and at the moment.